Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb mijn TBR voor augustus part 1. Voor wat betreft de nudes. In augustus heeft BookRoast op YouTube de nudes exams TBR voor 2019. Op dit moment wanneer ik dit film is het half juli. Want ik ga op vakantie bijna. Dus ik dacht ik ga even vooruit filmen. Dus ik heb een TBR part 1 en als ik terugkom van vakantie in augustus, dan neem ik mijn part 2 op. Omdat ik nog niet precies weet welke boeken ik allemaal in augustus wil lezen. Ik heb wel één career uitgekozen voor de nudes. Als je helemaal geen idee hebt waarover de owls en de nudes gaan, is het misschien handig om even die video van BookRoast te kijken. Ik ben op dit moment bezig in de maand juli met mijn AALS. Ik probeer alle vakken te halen, maar dat is best wel een flink aantal. Voor mij zijn dat 11 of 12 vakken, dus dan moet je ook 12 boeken lezen voor elk vak. Als je dat dan hebt gehaald, heb je dat vak zeg maar gehaald. En in augustus kies je een career of twee careers, ligt eraan hoeveel je van plan bent te gaan lezen. En bij elke career hoort een bepaald aantal examens die je moet halen. Die dan weer gekoppeld zijn aan boeken met een soort van omschrijving. En dan kan je zelf daar je TBR op samenstellen. Ik heb als eerste career gekozen librarian. Dus daar kon ik dan bij kijken welke AALS ik moet halen. Daar ben ik dan nu mee bezig. En welke nudes je moet halen. Voor librarian moet je een O halen in Ancient Runes. Een I, dus een E in Defense Against the Dark Arts en een I in History of Magic. Dus een O in Ancient Runes. Ik heb die lijsten in mijn boekenjournal. Dus dan ga je kijken. Ik heb ze allemaal uitgeprint. Al die bestandjes kan je ook bij BookRoast haar video's vinden. Dus ik moet een O in Ancient Runes halen. En een O, ik weet niet of je het kan zien, is het onderste, de onderste vereiste. Als je een O moet halen, moet je de I en de E dus ook gaan halen. Of de E en de I eigenlijk. Voor A, voor I, is het een boek die je moet lezen die recommended is by a friend. Dus een vriend of vriendin of een familielid of iemand via YouTube die jou dat boek heeft aangeraden. Daarvoor heb ik gekozen The Vanishing Star van Maureen Johnson. Mijn zusje, ik had deze boeken al wel op mijn wishlist staan, maar door mijn zusje die daar zo enthousiast over was, heb ik ze wel eerder besteld en ben ik al, deel 1 heb ik al gelezen. Dus deze wil ik in augustus lezen voor mijn E in Ancient Runes. Runes, ik zeg het niet helemaal goed volgens mij. Voor I moet je lezen een boek written in past tense. Nou, hier heb ik mezelf het heel makkelijk gemaakt. Daarvoor kies ik Frida Kahlo van klein tot groot. Van de vier windstreken heb ik dit ontvangen. Dit lees je echt in 10 minuten uit. Maar ik denk, ik heb het voor de maand juli voor de AALS mezelf best wel lastig gemaakt. Met veel dikke boeken. Dus ik denk voor de nudes ga ik het mezelf wat makkelijker maken. Maar dit is over Frida Kahlo. Die is al lang overleden. Dus alles wat hierin staat over haar leven is in de verleden tijd. Dus ik vond mezelf wel heel slim. En de O bij Ancient Runes is een boek that has been on your TBR for ages. En daarvoor heb ik gekozen Zee van Verlangen van Jojo Moyes van uitgeverij De Fontein. Het is een recensie-exemplaar en die was een klein beetje op mijn plank opzij geschoven, waardoor die niet echt in beeld was. Maar deze moet ik echt nu wel gaan lezen, want ja, ik heb die gekregen om te recenseren. Dus dan moet ik me daar ook gewoon toe zetten. Dus die heb ik dan voor de O. Dan heb ik, als ik die drie heb gelezen, dat vak gehaald. Voor Defense Against the Dark Arts moest ik I halen. Dus dat zijn twee boeken om dat vak te halen. Even kijken. Defense Against the Dark Arts staat op deze lijst. Dan moet ik eerst mijn A, mijn E halen. En dat is een boek that's black under the dust jacket. Hier heb ik even naar moeten zoeken. Maar uiteindelijk vond ik in mijn kast The Crimes of Grindelwald, de original screenplay van J.K. Rowling. En die is prachtig turquoise, maar eronder zwart. En dit is denk ik ook wel een snelle read, want het zijn natuurlijk allemaal, het is een screenplay. Dus heel veel korte stukjes tekst per pagina. En ook meteen weer een Engels boek. Dus dat zijn al twee Engelse boeken dan voor deze maand. En ik wilde er natuurlijk 10 dit jaar lezen. En voor I, voor Defense Against the Dark Arts, moet ik lezen Gilderoy's Memory Charm, Grab a Pen, first book that you remembered just now from your TBR.
Dus eentje die in je hoofd sprong van, oh, die staat ook nog op mijn TBR. En dat is Het Grote Huis van Erica James. Een roman, ook van uitgeverij De Fontijn. Een recensie-exemplaar. Dus die moet ik ook wel gauw gaan lezen. Dus daar heb ik deze voor gekozen. Dus als ik die twee boeken heb gelezen, heb ik Defense Against the Dark Arts ook gehaald. En dan moest ik nog een E in History of Magic. En dan moet ik eerst dus mijn E halen. En dat is Read a Fantasy. Daarvoor kies ik Crash, het derde deel in de Lunar Chronicles van Marissa Meyer. Ik ben helemaal verslingerd aan de serie, dus ik wil zo gauw mogelijk deze serie uitlezen. Dus daarom heb ik deze als fantasy gekozen. En het laatste boek wat ik dan moet halen is een E, Read a Book That Includes a Map. En daarvoor heb ik gekozen Potkin Enor van Kieran Largo. Deze heb ik destijds gewonnen bij Gottmer Uitgeverij. Het is een kinderboek. Dus lees denk ik ook niet al te moeilijk. En die heeft een map in het boek zitten. Dus als ik deze boeken, dat zijn er dan 3, 4, 5, 6, 7, waarvan 2 sowieso denk ik vrij snel lezen, dan heb ik mijn librarian career gehaald. Ik hoop dat ik dat makkelijk ga halen, zodat ik half augustus nog een andere career kan kiezen. Maar dat kan ik denk ik pas doen als ik weet welke AALS ik allemaal heb gehaald. Want voor elke career moet je weer verschillende AALS hebben gehaald. En ik ben nu bezig daarmee, dus ik weet nog niet precies welke ik allemaal ga halen. Maar dat zullen we in part 2 wel gaan ontdekken. Dus heel erg benieuwd welke careers ik allemaal kan gaan halen in de maand augustus. Sommige mensen combineren ook boeken per vak, maar ik wil echt het wel één boek per onderdeel per vak gaan doen. Weliswaar met af en toe een heel makkelijk boek tussendoor, maar dat maakt niet uit. Dus dat is mijn voorlopige halve TBR voor de maand augustus. Nou, hou part 2 in de gaten als je wil weten hoe het verder verloopt, met welke boeken ik nog wil gaan lezen in augustus. En hieronder kan je daarvoor abonneren, belletje aanklikken, dan krijg je een melding als er weer een nieuwe video is. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. Doeg!